Keita. Buitenom lukt niet. Davidson, goede voorzet. Suzuki heeft hem niet. Hij heeft hem niet. En het is een doelpunt voor Eupen. Ja, de Japanse international. We zijn het al. Hij heeft veel potentie. Maar hij maakt nog te veel fouten. En hij excuseert zich bij iedereen. Maar Eupen staat wel op voorsprong. Met een doelpuntje dat je zou kunnen zeggen dat is een cadeau. Maar je moet hem er wel nog intrappen. En dat doet Renaud Imon. Zijn tweede voor Eupen. Hier. Van Wezenmaal. Durft de bal niet voorzetten. Stuikers opnieuw de Lorch. Hier zit Stuikers. Lage voorzet. Ogawa. Bijna zijn eerste doelpunt. En een tweede grote kans voor Sint-Truiden nu toch. Goed weer van de Lorch. Goede opening. Stuikers hier aan de linkerkant. De lage voorzet dan een beetje geluk. En Ogawa is er wel bij. Zeer aanvallend. Ogawa. Nou, dat is met zijn rechter niet goed. Stuikers daar ver weg. Nee, Eupen speelt slordig. Sint-Truiden moet daar toch gebruik van kunnen maken. Ito maar af. Aanleggen zeker. Slonina pakt. Bons rent. Ito was zeker oké. Goed tikje opnieuw van de Lorch die uitstekend speelt. Slonina duwt weg. Moet die bal ook hebben. Stuikers. Volk rent. Onder meer van Wezenmaal. Zahiro Leslam. Stuikers komt naar het centrum. Wat is dat voor een bal? Richting Slonina. Die moet zich toch reppen ook. Ito. Voorlopig nog weinig aan de bal. Net zoals de Lorch. Dat is een goede opening. Van Wezenmaal. Durft hij de 1 tegen 1. Stuikers. Breed. Ogawa. Beetje ruimte. Een goed schot. En gaat hij erin? Nee, tegen de binnenkant van de paal. Goed, Davidson zegt hij, hem komt toch naar de binnenkant. Dus ik ga alvast een metertje naar daar staan. Ogawa. Ito. Komt hij er nog bij? Die komt er nog bij. De voorzet. Hier staat Zahiro Leslam. Maar wat is dat voor een kopballetje? Dat is gewoon in de armen. Dat is het beste in deze situatie. De rust daar achteraan. Die hier al een jaartje is, maar lang geblesseerd is. Dit is toch bijna een onmogelijke bal voor Bertaccini. Maar hij laat hem liggen. Slonina. Bal nog niet aan. Hier de bal op Slonina. Maar hoe kan je die bal laten glippen? En Bertaccini, ja, dat was tussen de palen hoor. Ogawa, veel minder de tweede helft. Finn Bogason heeft niet ervan kunnen brengen wat ze hier dan toch nog verwachten op zijn leeftijd. Met zijn ervaring ook. Smets laat hem schieten. Dat was weer een bal die toch niet echt geweldig was aangegeven. En daarom is Suzuki een geweldige doelman. Is een fout van in de eerste helft mee goed? Nee, dat denken we niet. Maar het was wel een schitterende save. Jérôme Deon. Bokat. Wegrammen maar. Paulson blijft daar goed verdedigen. Dat moet je ze wel nageven. Hebben ze goed gedaan. Het is voorbij. Kohfeldt blijft heel erg rustig bij deze overwinning. Maar weet dat hij heel erg belangrijk is. En bij Sint-Truiden dus alweer een nederlaag uit.